De oudste nog levende medaillewinnaar van Brabant won zilver in 1964 in Tokio. Dat is lang geleden, hè? Ja, het is lang geleden. 52 jaar later woont de dementerende Anton Geurts op een gesloten afdeling in Veldhoven. De herinnering blijft levend. Af en toe de herkenning. En toen vlogen jullie over de. Of de Noordpool. Omdat <laughs> je niet over Rusland mocht. De laatste hoofdstukken van een leven dat in dienst stond van de sport. Wij hebben jaren als zigeuners eigenlijk geleefd. Op de fiets naar Philips, daarna met de kano naar het kanaal. Dan had ik het warm eten klaar. Nou, eten en naar bed. Nou, en wel dat wel, was het, het leven. Het heeft wel iets opgeleverd. Want op een oktoberdag in Japan kwam de beloning. Zat u voor of achter? Voor. Om zeven uur of zoiets toen het nieuws kwam op de radio kreeg ik of ik wakker was. Want Antonius Johannes Geurts en Paul Johan Hoekstra hebben een zilveren medaille gewonnen. Hoe was dat moment? Nou ja, we wisten niet wat we hoorden. Smiddags kwam de krant of mevrouw achter de strijkplank kon voor de foto. Bekijk het, dacht ze. Ik zeg ja, ik ga niet in de krant staan achter de strijkplank. <laughs> nee. Maar wanneer pak u uw man? Helemaal niet. Die kwam thuis met zijn zilveren medaille. Die, die ging met zijn... weer naar Philips. En die ging weer naar Philips. De dag erop, want ja, ze moesten toch geen tijd verliezen. Hè? Ze moesten weer aan het werk. Wat staat hier? <laughs> In Japan is niet meer wat geweest is. Dus... Zoveel is eindig, maar soms is iets voor de eeuwigheid. Mooie tijd, ja. Bent u trots? Ja, zeker. Heel trots. En wij ook Wij allemaal.